Microsoft Stream in combinatie met Microsoft Teams. Ik ga je graag wat mogelijkheden laten zien. Mijn naam is Ralf Hillebrand en zoals gezegd, we gaan kijken naar de combinatie van Stream en Teams. Microsoft Stream ter introductie is eigenlijk het zakelijke videoplatform van Microsoft. Wat een diepe integratie kent met het hele Office 365 pakket. Er zijn vele mogelijkheden. Het is eigenlijk je zakelijke YouTube-omgeving. Uh, afgeschermd binnen je school, maar in deze video ga ik me echt beperken tot de mogelijkheden die het biedt in combinatie met Microsoft Teams. Hier zien we even de startpagina van Microsoft Stream, waar ik ben ingelogd bent met mijn account en waar ik al heel veel mogelijkheden heb om ook video's te uploaden, inhoud te zoeken, kanalen te maken. Daarover kom ik in andere video's nog wel terug, maar nu gaat het vooral over de opnames in Teams. Als je in Teams uh, een les of een vergadering opneemt, dan zal je vanaf nu zien dat hij dat gaat uploaden naar Microsoft Stream. Dat uploaden dat duurt trouwens wel even. Daar is best even tijd voor nodig. Daar hoef je ook niet op te wachten, want je krijgt er automatisch een mailtje van op het moment dat het klaar is. Een aantal dingen zijn belangrijk om te weten. Je kan bijna overal een opname starten die geüpload wordt naar Microsoft Stream. Er zijn echter twee uitzonderingen. En dat is op het moment dat je via de chat-functionaliteit met iemand aan het bellen bent, videobellen, één op één, zal je zien dat je het gesprek niet kan opnemen. Ook is het zo dat als je vanuit een privé-kanaal, een private channel wat je gemaakt hebt, eh, met de groep die daarin zit een videocall gaat doen, zal je zien dat je op dit moment die eh, gesprekken nog niet kan opnemen. Alle andere opties zijn er wel. Dus binnen ieder kanaal waar je een online les of een vergadering start, um, zal je zien dat je kan opnemen. Ook als je een Outlook uh, verzoek verstuurt voor een teamvergadering waarbij iedereen op de link klikt, ook dan zal je zien dat je gewoon een opname kan starten. Het grote voordeel van Microsoft Stream is dat hij nu ook je gedeelde schermen opneemt. Dus eh, tot nu toe was dat niet zo. Kon je helaas je PowerPoint en andere schermen niet terugvinden in de opname? Dat is vanaf nu wel zo. Het enige wat hij niet eh, opneemt is de whiteboard-functionaliteit die erin zit, en ook het chatgedeelte. Die onderdelen worden nog niet opgenomen. De rest allemaal wel. Oké, okay. dus je hebt je online les gestart, je bent de opname gestart, en op het moment dat iedereen de vergadering verlaten heeft, gaat de opname automatisch afgesloten worden en geüpload worden naar Microsoft Stream. Uiteraard gaat dat ook gebeuren op het moment dat je de opname gewoon stopt. Mocht je dat nu allemaal vergeten en mocht ook één iemand vergeten de vergadering te verlaten, dan stopt hij automatisch na vier uur en gaat hij eh, op dat moment het bestand uploaden naar Microsoft Stream. We gaan eens even kijken. Dit bestand heb ik dus eerder vandaag even eh, opgenomen en je zal zien dat hij inderdaad als ik naar mijn inhoud ga en dan naar video's, je ziet er wat meer, maar dit is degene waar ik het eh, net over had. Die staat hier instream onder mijn inhoud en wat nu interessant is om even naar te kijken is dat je via het potloodje de details maar ook de machtigingen heel makkelijk kan zien dus je kan hier nog wat extra informatie eraan toevoegen als je wil je kan als je dat interessant vindt het beginscherm kiezen maar het belangrijkste vind ik op dit moment misschien wel wie heeft nu welke rechten en je ziet dat het standaard zo is dat uh, ik als eigenaar uiteraard uh, alles mag, maar dat iedereen die binnen mijn team zit, die heeft weergave rechten. Maar stel nu dat ik dat niet wil, maar het bestand wel wil bewaren, kan ik dus ook vanaf hier heel makkelijk de rechten intrekken en zelfs het geheel verwijderen. Dat betekent dat de post die blijft wel gewoon in het kanaal op Teams staan, maar die zal uh, niet meer actief zijn, dus mensen zullen, zullen hem niet meer af kunnen spelen. Dat zorgt er ook voor als je het hier wil gaan delen. Dat lijkt uh, uh, een beetje een tegenspraak, maar ik kan hier een link ophalen die ik kan delen. Maar zolang mensen niet de rechten hebben om de video te bekijken, hebben ze niks aan de link die ik verstuur. Op die manier kan je dus een hoop dingen uh, regelen. En het is eigenlijk heel logisch dat. In ieder geval voor degenen die allemaal in de les of de vergadering waren: zij ook de recht hebben om de video weer terug te kijken. Maar in tegenstelling tot de vorige optie kunnen ze hem nu niet meer allemaal downloaden. Dit zijn de eerste stappen voor het gebruik van Microsoft Stream. Hier kan je dus zaken terugvinden. Um, ik heb je ook verteld hoe je kan opnemen. Onthoud dus nogmaals: vanuit de chatfunctie 1 op 1 is helaas niet op te nemen. En ook vanuit de privéchannel is er helaas nog geen opname mogelijkheid. Dus doe het altijd binnen een team, in een kanaal of via een uh, teamsvergadering die je uitschrijft via Outlook.